volgende week. Now, all that goes with the House of Valmont belongs to me. Everything is over for me now. Help me, Father. Don't be afraid to love again, Freddy. Een laatste vlucht langs de gevaren. Liefdes en nachtmerries van de familie de Lancet. Het slot van Till We Meet Again. Volgende week dinsdag. Om 10:55 bij RTL 4. Zo dadelijk in het late nieuws. Clinton bespreekt kwestie Bosnië met Boutros Ghali. 5 gevallen van nekramp in Rotterdam. DAF-plan nog niet uit de gevarenzone. Dat en meer na de reclame. Het komt altijd ongelegen. Brandend maagzuur of een opgeblazen gevoel. Dan is het voor je maag een hele opluchting als je Rennie bij de hand hebt. Want Rennie helpt snel en effectief. Daar kun je rustig op vertrouwen. Een passie voor het leven. Volgende keer in Geldwijzer kijken we wat er in zo'n geldautomaat gebeurt. Verder in Geldwijzer. Banken schieten het collegegeld van studenten voor. En de kosten van medicijnen worden vergoed voor particuliere verzekering. Geldwijzer, donderdagavond om 11:55 bij RTL 4. Na een lange dag lopen en staan ontstaat een vermoeidheidsdepressie in het zuiden die zich uitbreidt naar het noorden. Vermoeidheid? Wel nee, nu is er Steol-D. Steol-D massagepanties bevorderen de doorbloeding. De opgebouwde druk houdt zo uw benen de hele dag fit. Mooi transparant, modieuze kleuren. Van nu af aan breekt de zon weer door. Geen dikke enkels, geen vermoeidheid meer. Steol-D massagepanties bij apotheker en drogist. Loop samen met de Gouden Gids door de programma's van RTL 4. Morgenavond na het avondnieuws en het weerbericht live de Interland Nederland-Turkije. De oranje ploeg moet winnen om uitzicht te houden op de eindronde in Amerika. Daarna het programma Ooggetuigen. Rutte Weide neemt u dit keer onder andere mee naar een straat in Utrecht, waar de wedstrijd Nederland-Turkije op een heel andere manier wordt uitgevochten. Dat en meer, morgenavond bij RTL 4. Sander Simons. Goedenavond. Toch nog een bedreiging voor het reddingsplan voor DAF en wel uit België. De Belgische vakbonden hebben hun medewerking aan het afgeslankte DAF opgeschort. Ze vinden het loonoffer dat van de werknemers wordt gevraagd veel te groot. Vanavond gingen vakbonden en directie van DAF Westerlo in België zonder resultaat uit elkaar. De Belgische werknemers moeten veel meer dan 10% van hun loon inleveren, zoals van de Nederlandse werknemers wordt gevraagd. De Belgen moeten 20% loon afdragen. En dat pikken de bonden niet. Vakbondsleider Fons van Thiel wil nu de leden van de bonden laten beslissen. Als zij morgen nee zeggen, is het reddingsplan voor DAF, dus ook voor DAF Nederland, in gevaar. Banken en overheden zullen dan op 1 maart geen geld beschikbaar stellen om de nieuwe DAF van start te laten gaan. Verdeelde reacties op het plan van de Verenigde Staten voor voedseldroppings boven Bosnië. President Clinton wil mogelijk al over een paar dagen beginnen, maar dan moeten de geallieerden het plan steunen. Vanavond had Clinton een gesprek met VN-secretaris-generaal Boutros Ghali. Die steunt het idee. Maar de secretaris-generaal stelt wel één voorwaarde.
In principle, we are in favor, as long as this would be done under the supervision of the United Nations. En ook EG-bemiddelaar Owen wil VN-toezicht. Well, the European position on this has always been quite clear that we welcome it if the United States Air Force wishes to do it, provided that it is done in fullest coordination and consultation with the Secretary-General and with UNHCR. Voordat hij naar Washington vertrok, had Boutros Ghali een gesprek met EG-commissaris Hans van den Broek, die buitenlandse betrekkingen in zijn portefeuille heeft. Hoewel sommige Europese landen hun bedenkingen hebben, steunt Van den Broek het plan voor de voedseldroppings als aanvulling op de VN-konvooien. Uiteindelijk is het zo dat op dit moment in het terrein konvooien wel weer doorkomen, dat de konvooien weer op gang zijn gekomen, maar dat kan over 2 dagen weer anders zijn. Maar de Amerikaanse president wil pas over een paar dagen een definitief standpunt innemen over de droppings. Hij wil eerst alle haken en ogen goed bestuderen. En die zijn er. De enorme vliegtuigen die de droppings uitvoeren moeten laag vliegen en dat maakt ze een gemakkelijk doelwit voor Servische beschietingen. Begeleiding van de vliegtuigen door straaljagers is door militairen afgedaan als een slecht plan, omdat een militair treffen dan onvermijdelijk lijkt. Ook de VN-soldaten in Bosnië zelf zijn niet zo gelukkig met het plan. Volgens generaal Morillon, de bevelhebber van de VN-soldaten, zouden voedseldroppings een nieuwe explosie van geweld tot gevolg hebben. De strijdgroepen zouden vergeldingsacties kunnen ondernemen tegen de lichtbewapende VN-soldaten. Zojuist is het overleg afgerond tussen Boutros Ghali van de Verenigde Naties en president Clinton. De VN-secretaris-generaal was erg tevreden over het resultaat. Hij heeft met Clinton afgesproken dat de operatie volledig in samenwerking met de VN zal worden uitgevoerd. We completely agree. There is no problems. This will be done in complete coordination between the United Nations and this operation. Palestijnse leiders in Israël wijzen elk compromis af over de groep die door de autoriteit het land is uitgezet. Dat zei Hanna Ashrawi na afloop van een gesprek met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Christopher. Israël moet de groep volgens Ashrawi zo snel mogelijk weer opnemen en dergelijke deportaties in de toekomst uitsluiten. Radicale Palestijnen lieten vanochtend nog eens weten wat ze vinden van de rondreis van minister Christopher van Buitenlandse Zaken. Maar niet alleen buiten, ook binnen tonen ze zich niet bereid om water bij de wijn te doen. Door ieder compromis van de hand te wijzen, plaatsen de Palestijnen zich in een lastig parket. De Arabische buurlanden van Israël hebben Warren Christopher stuk voor stuk te kennen gegeven de vredesgesprekken te willen hervatten. Zelfs als er nog geen oplossing is voor de gedeporteerde Palestijnen van de Hamas-beweging.